het centraal eindexamen. Dit is dé test om te kijken of je goed genoeg bent om naar het volgende level te gaan. En ik ga back to school, boys! Op examenblad.nl kun je alle eindexamens bekijken. Ik slaagde voor mijn eindexamen in 2018. Maar nu heb ik alle examens van 2022 gedownload om mijn examen over te doen. Nou ja, niet alle examens. Ik deed examen in deze vakken. En deze vakken ga ik dus opnieuw doen. Mijn doel? Om te kijken of ik nog iets weet van de leerstof. Maar vooral om te kijken of mijn docenten nog steeds trots op me kunnen zijn. Mevrouw Jansen, deze is voor u. Volgens de officiële volgorde is geschiedenis de allereerste. Dus, here we go. Geschiedenis ging op zich best goed. Ik doe alles uit mijn geheugen. Ik heb niks van tevoren geleerd en tot mijn verbazing weet ik nog best veel. Ik denk omdat ik geschiedenis op school ook best een heel interessant vak vond. Ik denk dat ik daarom nog zoveel weet. Behalve de achternaam van Anne Frank. Die vergeet ik altijd. Ik was ruim op tijd klaar. Ik at even mijn boterhammetje. En toen deed ik Nederlands. Weet je hoe lang geleden het is dat ik überhaupt heb geschreven? Nu moet ik een hele brief gaan schrijven. Let's go! Ik ben thuis! Tot zover waren de examens best te doen. Maar morgen moet ik Duits en wiskunde doen. En ich kann Duits. Maar gelukkig mag je een woordenboek gebruiken. Schwanz. Dat betekent piemel in het Duits. Op dit moment wist ik zeker dat mevrouw Jansen hoe dan ook teleurgesteld in me zou zijn. Tijd voor wiskunde en dit was een drama. Ik was letterlijk op de laatste seconde klaar met de laatste vraag. Waarschijnlijk omdat ik te veel tijd had verspeeld aan het zoeken van de juiste knopjes op mijn rekenmachine. Er was dus een vraag over deze piramide. Bereken zonder te meten hoeveel meter de hoogte van MT is. Gast, ik heb echt geen idee. Ik snap dit echt niet, jongens. Is er iemand die dit voor mij kan uitleggen? Hoe doe je dit? Anyways, verder kwam ik er wel gewoon uit met logisch nadenken. Als ik iets heb onthouden van school, is het denk ik wel dat je al heel ver komt met gewoon logisch nadenken. Oh ja, en mijn naam kwam erin voor. Dat was best cool, maar mij moet je niet gaan vragen als je weer eens 3000 watermeloenen nodig hebt. Nee. De volgende dag deed ik English. Sinds mijn examen in 2018 heb ik me eigenlijk alleen maar verder ontwikkeld in Engels, dus dat was appeltje ekje. Toen deed ik natuurkunde en dit. Dit was pas een drama, maar echt een drama. Gelukkig had ik mijn bro Binas, maar zelfs dan. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Dit was echt de ergste toets tot nu toe. Bijvoorbeeld, één vraag. Leg uit of het aansluitsnoer een stekker met randaarde moet hebben. Ik weet niet eens wat randaarde is. Hoe moet ik dan deze vraag beantwoorden? Ik moest ook een schematische tekening maken. Jij wil hem vast zien. Dit is mijn schematische tekening. Je ziet hier dit. Dit was al op het blaadje. En ik heb zelf de city skyline gemaakt. En ik heb een hijskraan gemaakt. En hier zit ik. Dit ben ik in de hijskraan. Ik ben deze aan het tillen. En wolkjes en vogeltjes. Lijkt me prima, toch? En toen ik dacht dat het niet erger kon worden. Economie. Mijn grootste aardsvijand. Er is een reden dat ik blut ben. En geen belasting betaal. Dit was by far de moeilijkste toets. Economie ging echt slecht. Ik weet gewoon niks van de economie. Winst. Sparen. Welvaart. Ik ken het niet. En als kers op de taart, lichamelijke opvoeding. Like als je deze nog kent. Nog één laatste keer gaf ik alles om de hoogste trap te halen. Trap 6,5. Ik vind best. En toen was het tijd om te wachten tot ik gebeld werd met de uitslag. Maar ik werd maar niet gebeld. Waarschijnlijk omdat Janneke mij de uitslag ging vertellen. Ja, ik had wel beter van je verwacht. Veel beter. Ik ben echt heel zenuwachtig voor de uitslag. Oké, niet kijken. Nee, ik kijk niet. Dan beginnen we met het slechtste cijfer. Oh jee. Wat je denk ik ook wel verwacht had. Dat voor natuurkunde heb je een 3,5 gehaald. Ja, en je antwoord was echt 47. Hij was 0,0000047. Zo, hoe kom je op dit antwoord? Ja.
Ik had eigenlijk verwacht dat economie het slechtste zou zijn, maar... Voor Duits heb je een 6,6. Is dat op één na laagste cijfer? Nee, het gaat nu gewoon door elkaar. Oh, het gaat door elkaar, oké. Okay. Duits een 6,6. Oké, okay, ja. Dat vind ik op zich nog wel nice. Dat was oké. Okay. Ik heb ook nagekeken Duits. Ik was best wel verbaasd over dingen dat je goed had, omdat het echt slecht was in Duits, ja. Oké, okay, voor wiskunde heb je een 6,1. Ik heb die nagekeken. Ik kan er niet heel veel over zeggen, maar toen je in 2008 een examen hebt gedaan, had je een 7,9. Dus dat is wel flink gezakt. Maar ja, het is voldoende. Jij wist al die cosinus en sinus, wist je allemaal niet meer dat het echt slecht is. Want het is best wel makkelijk, maar oké. Okay. Voor economie heb je een 5,8. Dat is wel voldoende. En afgerond naar boven is dat gewoon een 6. Wat? In 2018 had je een 6,2. Ik had eigenlijk gedacht dat economie het slechtste was. Nee, natuurkunde. Jongens, ik ben gewoon echt een sikke econoom. Nee. Noem je dat zo? Jongens, aandelen, alles. Geef mij je geld, ik fix het voor je. Ik verdubbel het. Al je monies. Ik heb gewoon een 5,8. Dat is voldoende. Oké, voor Nederlands heb je een 8,4. Dat is hoger dan ik op de middelbare school. Ja, want in 2018 had hij een 7,9. Maar misschien is het gewoon licht aan de tekst, hè? Want je krijgt elk jaar een andere tekst. Kijk, natuurkunde. Nee, want het ligt ook 100% aan de teksten. Het ligt ook 100% aan de teksten die je krijgt. Want ene jaar zijn de teksten echt moeilijk en andere jaar zijn de teksten makkelijk. Gun me deze dat credits. Is wel, nee, gun nee. Het is gewoon waar. Gun mij het deze is gewoon credits. Waar dat de ene jaar zijn de teksten heel makkelijk en de andere jaar zijn de teksten gewoon moeilijker. Want kijk. Ze veranderen toch elk jaar die teksten? Natuurkunde leer je voor je toets en daarna vergeet je alles weer. Want wanneer heb je natuurkunde nodig? Nooit. Behalve als je gaat studeren. Oké, vertel mij wanneer je in Nederlands taal je een zin ontleed. Vertel mij. Dat is nog niet een examen. Het Nederlands examen is een tekst lezen. En ik lees iedere dag een tekst. Niet iedere dag. Ik lees niet veel. Jij leest nooit. Ik lees wel eens wat. Dus daarin heb ik me toch meer ontwikkeld. Oké, nou, we gaan door. Gun mij deze credits gewoon. Engels. Daar zijn we een beetje diep teleurgesteld in je. Want daarvoor had je een 9,6. Heb ik een 9? En je had één foutje gemaakt waardoor je geen 10 had. Niet! Ja. Eén foutje. En je had een 10 gehaald. Niet! Ja. Oh mijn god. En op de middelbare school in 2018 had je een 8,5. Nee! Eén van de laatste vragen was dat. Oh nee. Oké, en als laatste voor geschiedenis heb je een 7,3. Maar nou is de vraag, ben je geslaagd of gezakt? Je zou dus denken dat je geslaagd bent. Een 9,6 voor Engels en 8, nog wat voor Nederlands. Dit klinkt best wel goed. Maar je bent gezakt. Want door natuurkunde, die 3,4, ben je dus gezakt. Omdat je naar het lager dan een 4 mag halen op een van je cijfers. Op een van je vakken. Maar omdat je 7 vakken doet in plaats van 6, ben je geslaagd als je natuurkunde wegstreept. Want natuurkunde is geen hoofdvak en mag je dus wegstreven omdat je 7 vakken hebt gedaan. Echt? Van 6. En op MAVO hoef je maar 6 vakken eindexamen te doen. Fuck natuurkunde. Dan ben je geslaagd. Yeah. Ik ben gewoon geslaagd. Mevrouw Jansen kan nog steeds trots op me zijn. Ik moet eerlijk toegeven dat ik bijna alle lesstof was vergeten. Maar ik heb het niet voor niks geleerd. Ik heb onthouden wat voor mij belangrijk was. En de rest heb ik kunnen oplossen met logisch nadenken. Behalve natuurkunde, dat was gewoon hopeloos. Maar dan nog, dit slechte cijfer zegt niks over mij en bovendien kan je tegenwoordig alles opzoeken. Dus of je het examen nou al hebt gedaan of nog moet gaan doen, doe gewoon je best op het examen, maar weet dat daarna het leren pas echt begint en je het centraal examen gewoon achter je kan laten. En ik raad je dus niet aan om het hele eindexamen nog een keer opnieuw te gaan doen.